Hallo lieve boogschutter, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 40, 2 oktober tot en met 8 oktober. Het is een algemene reading, haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve boogschutter, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Je bent op zoek naar je echte waarheden. En het kan zijn dat het een soort storm in jezelf is. Het kan ook zijn dat, dat er waarheden naar boven komen die je misschien had weggestopt of niet had willen geloven. Maar tegelijkertijd is het ook een zoektocht naar jezelf. Een zoektocht naar welke richting wil ik nou echt op. En dat zorgt ervoor dat je een nieuwe avonturen gaat beginnen. Je gaat uit je schulp kruipen. Je gaat nieuwe stappen zetten. En het observeren lijkt op een gegeven moment klaar te zijn. Wel heb je het zelf in de hand. Durf jij je obstakels of je uitdagingen aan te gaan? Of blijf je erbij liggen en denk je, nou, het is prima. We gaan eens even verder kijken, lieve boogschutter, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de boogschutter deze week verwachten? Het is belangrijk dat je op zoek gaat naar waar heb je passie voor. Maar tegelijkertijd, waar ben je tevreden over? Waar ben je trots op? Op zoek gaan naar iets positiefs. Op zoek gaan naar bepaalde schoonheden. En die schoonheden kunnen gaan over jezelf. Schoonheden kunnen gaan over bepaalde situaties. Je raakt wel snel afgeleid, dus vertrouw je gevoel en volg dat pad. Ja, je gaat door de waarheden inzien welke wegen je misschien in wilt slaan of waar je misschien van weg wilt. Een aantal van jullie zullen ook echt zeggen, oké, ik ga op zoek naar een andere carrière of hier scheiden onze wegen. En ik zie ook dat je heel erg assertief mag opstellen. Blijf jezelf trouw, blijf ook echt in jezelf geloven. Want als jij gaat afwijken van een andere van je intentie, dus bijvoorbeeld ja, maar... Hij wil niet dat ik wegga. Of die beste vriend die zegt dit. Maar wat is jouw intentie? Wat is jouw waarheid? En waar liggen jouw wensen en dromen? Het is tijd om zelf keuzes te maken en om jezelf op nummer 1 te gaan zetten. We gaan eens even verder kijken, lieve boogschutter, naar een mooie boodschap voor jou. Misschien voelt het wel even alsof je... in de put valt, maar je gaat hier uitkomen. Bepaalde waarheden zijn niet fijn om in te zien, maar soms is het nodig. Lieve boogschutter, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of 7 oktober op de spirituele beurs. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.